je drone uit de verpakking gehaald. Om de batterij te kunnen opladen, open je het klepje bovenop de drone en ontkoppel je de draadjes van de batterij en de drone. Bevestig de batterij aan de USB-oplader. Het lampje gaat branden. Als je de kabel bevestigt aan de USB-poort van je computer, zal het lampje blijven branden. De batterij is opgeladen als het lampje uit is. Verbind de kabel van de batterij met de kabel van de drone en plaats het geheel terug in de drone. Sluit vervolgens het klepje goed af. Voor het plaatsen van de beschermingsringen dien je goed te kijken welke waar geplaatst moet worden. Op de uiteinden van de dronearmen, de propellers en de beschermingsringen staat links of rechts aangegeven. Plaats vervolgens de juiste beschermingsring in de twee gaten naast de propellers en schroef ze één voor één vast met de meegeleverde schroefjes. Haal de SD-kaart uit de achterkant van de USB-stick en plaats hem voorzichtig in de gleuf aan de achterkant van de camera en druk hem vast. Pak nu de afstandsbediening en schroef de schroef van het batterijklepje los. Open het batterijklepje en plaats 6 AA batterijen. Let op, gebruik geen oplaadbare batterijen. Aan de onderkant van de drone bevindt zich de on- en off-knop. Zet deze nu op on. De lampjes van de drone zullen gaan knipperen. Zet je afstandsbediening op on. Het verbinden met de drone gaat als volgt. Duw de linkerhendel naar beneden. Vervolgens eenmaal helemaal omhoog. Je hoort een piep. Duw de hendel nu helemaal omlaag. Je hoort weer een piep. En de lichtjes op de drone stoppen met knipperen en blijven branden. Nu is de drone klaar om te vliegen.